Welkom bij Keuken van Utrecht, het programma over streekproducten en landleven. Van trekken rijden tot de leukste stadsmoestuin en van patrijzen tellen tot koeienmelken. Ook ontmoet ik streekgenoten met inspirerende ideeën, mooie initiatieven om het platteland te verrijken en om stukjes platteland naar de stad te brengen. In deze aflevering laat ik je nog een keer zien waar ik de ingrediënten heb gehaald voor mijn gerecht dat ik in april heb gemaakt. Snijbietsigaren met geitenkaas en peer. In de maand april ga ik snijbietsigaren met geitenkaas en peer maken. Voor mijn snijbietsigaren heb ik natuurlijk snijbiet nodig. Ik ben hier in de moestuin in Utrecht en hier kun je gewoon vanaf april zelf je groenten oogsten. Nou, snijbiet is een beetje vergelijkbaar met spinazie qua smaak, maar ook qua bereiding, dus het slinkt enorm. Dus ik heb een volle mand. Nou, verser dan dit kan gewoon niet. Maar woon je nou in Zeist, dan kan je bij Gabrielle van Hoogstraten 2 keer per maand in haar achtertuin groenten kopen. Daar ga ik nu ook een kijkje nemen. Ik sta hier in de achtertuin in Zeist. Er is helemaal niks te zien. Ik sta hier in mijn eentje. Maar moet je opletten, zometeen komt het hier vol met groenten te staan. De Groene Schuur in Zeist is een initiatief waarbij streekproducten van eigen bodem rechtstreeks door een groep consumenten bij de boer worden ingekocht. Ik had gehoord van een vergelijkbaar initiatief in Bussum. Ja? En ik stond eigenlijk op een kruispunt waarbij ik meer tijd in mijn leven kreeg. En ik ben dol op groenten, dus zo dacht ik ga dit ook doen. Behalve groente en fruit kun je ook brood, kaas en vlees kopen. Nou, het wordt hier al een soort van mini-markt en het is gewoon in de achtertuin. Fantastisch initiatief. En is het dan ook goedkoper? Nou, de boer krijgt een eerlijke prijs, want we halen dus de tussenketen eruit. Ja. We doen zelf het werk. Zij leveren rechtstreeks aan ons, dus zij krijgen een eerlijke prijs en wij betalen daardoor ook minder. Er is dus één voorwaarde om gebruik te mogen maken van deze groenten. We zijn geen winkel, dus je mag niet zomaar meedoen. We zijn een vereniging waarbij de voorwaarde om mee te doen is dat je ook meehelpt. En dat moet op administratief gebied en voor de website en voor de bestellingen en moet er een heleboel gebeuren. En dat zijn allemaal vrijwilligers die dat doen en deelnemers van de Groene Schuur. Wat is dit voor een pakketje? Ja, dit wordt verkocht als roerbakmix. Nah. Dat ziet er nogal anders uit dan hoe het in de winkel ligt. Zeker. Maar het is echt een mix van verschillende soorten bladeren. En dit is dus gisteren geoogst? Ja. En waarom doe je dit? Omdat ik het heel leuk vind. Gezellig. Vooral leuke, zijn hele leuke, enthousiaste mensen. Ja, en het is gewoon heerlijk fruit en lekker groente. Het smaakt ook echt heel lekker, vind ik. Maar vooral dat je het gezamenlijk doet. Zo zie je, daar word ik echt zo gelukkig. Ik vind het een top initiatief. En dan zag ik dus dat je peren hebt hier. Ik ga iets maken met geitenkaas. Mag ik er een paar meenemen? Zeker. Aha. Zijgang. Dankjewel. Dit wordt heel erg lekker. Voor mijn snijbietsigaren heb ik ook een heel klein beetje geitenkaas nodig. Ik heb hier een afspraak met Anne en Rick van Rijn. Zij hebben een geitenboerderij. We hebben afgesproken dat ik een beetje kaas van ze krijg als ik de geitjes ga melken. Ik heb dat nog nooit gedaan. De Geertjeshoeve is een geitenboerderij in Haarzuilens. De 130 geiten worden 2 keer per dag gemolken en geven ongeveer 3 liter melk per dag. Jij bent iets sneller dan ik. Ja, nee, dat gaat hartstikke goed, zie ik zo. Ik loop er ook gewoon tussen. Alleen die helpen niet mee. Geitenmelk is anders samengesteld dan koeienmelk. En ook lichter verteerbaar dan koeienmelk. Daardoor zijn er veel mensen die allergisch zijn voor koeienmelk, kunnen wel geitenmelk drinken. Ja, dat heb ik wel eens gehoord inderdaad. Ja, dat is ook een
De klanten kregen van ons, dus gewoon rauwe melk komen halen. Eén geit is net bevallen en heeft baarmoederontsteking opgelopen. Vanwege de antibiotica mag haar melk niet worden gebruikt voor de consumptie en dient ze met de hand te worden gemolken. En hoe weet je of het klaar is? Nou, als er geen melk meer uitkomt, zie je gewoon helemaal leeg. De Q-koorts heeft bij geitenboeren voor veel opschudding gezorgd. Ik ben benieuwd of Rick daar met zijn boerderij nog gevolgen van heeft ondervonden. In principe leeft de Q-koorts niet meer echt onder de boeren zelf. Omdat de geiten worden geënt en die enting niet werkt. Dus daardoor is er eigenlijk niet echt meer Q-koorts onder de geitenbedrijven. Wat natuurlijk wel zo is, dat Q-koorts een ziekte is die bij sommige mensen nog steeds heerst. Omdat het gewoon heel chronisch is. Dus mensen hebben er gewoon nog steeds last van. Daardoor zit nog steeds eigenlijk een beetje in de media, omdat het ook niet goed is opgelost. Toen de tijd is het natuurlijk onwijs geblunderd eigenlijk door de overheid en ook door de boerenbedrijven. Dus daarmee blijft het een beetje hangen en dat is wel jammer. Dan mag ik eindelijk de geitenkaas in ontvangst nemen. Ik vind dat je het hartstikke goed gedaan hebt. Ja. En dat je absoluut kaas hebt verdiend. Yes. Nou, ik heb hier onze verskaas. Ja. En ik zou zeggen, maak er wat lekkers van. Oh, dat gaat zeker lukken. Is dat, misschien moet je wel twee bij hebben. Ja. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Dankjewel. Oké. Mijn verse snijbiet pak ik in flinterdun deeg. Nou, voor deeg heb je natuurlijk bloem nodig. Ik sta hier in Amerongen bij Molen Maallust en daar ga ik mijn bloem halen. Wat zeg ik? Ik ga het zelf malen. En de wind staat goed, dus ik ga snel naar binnen. Molen Maallust is een korenmolen en bestaat uit verschillende zogenaamde zolders. Dit heet de luizolder. Ja. En daar zetten we het luiwerk in beweging. Ja. En met het luiwerk kunnen we de zakken omhoog hijsen. En als we een rukje aan dit touw geven. Dan... Oh ja. Oeh, en dan gaat hij draaien. Ja. En dan wint hij dat touw op. Wat fantastisch. Maar eigenlijk gebruik je de wind dus twee keer. Ja. Slim. Een verdieping lager is de steenzolder, waar het graan wordt gemalen tussen twee grote stenen. Dit is dan een voorbeeld van de bovensteen. Dus dit komt hier tussen? Ja. Op deze manier? Ja. En dan met nog een andere steen erboven en dat wordt dan die samen zo? Precies andersom. Ah. Dus dan krijg je een soort schaarbeweging. En als je dit dus gewoon zo rauw in je mond stopt? Lekker. Lekker. Ja. Beetje nootachtig. En alsof het gepoft is. Ja. We hebben hier dus tarwe, rogge, speld, havergerst en mais. Wat vind jij dan de lekkerste? Tarwe. Tarwe, ja? Ja. Weer een verdieping lager komt het gemalen graan als meel eruit. Oké, dit is nu dus fijn gemalen. Oh, en het is ook echt warm. Ja. Komt dat door die stenen? Ja. Oh, heerlijk. Lekker warm. Door de wrijvingen. Ja. Maar ik wil graag bloem. Dus dat betekent meel zonder zemelen en kiem. Daarvoor is de bijl, een zeefmachine. Maar dit zijn vezels. Niet bovendiep, mos. Ja. dit zijn dus eigenlijk vezels. Ja. Ook heel gezond, hoor. Heel gezond. Mensen eten ze wel in die yoghurt. Ja. Zie je het verschil? Ja. Zo ging het erin en zo kwam het eruit. En het is toch zo bijzonder dat gewoon dit wat op het land groeit, ja, dat we dit gewoon kunnen gebruiken en hier iets heel lekkers mee kunnen maken. Ja. Met de heerlijke streekproducten ging ik eindelijk aan de slag in een theetuin in Koten en heb ik mijn gerecht snijbietsigaren met geitenkaas en peer gemaakt. Van eigenaresse Ageet mag ik gebruik maken van haar keuken om mijn gerecht te bereiden. Eerst ga ik aan de slag met het deeg. Belangrijk is dat je op een bepaalde manier kneedt. Dus ik ga als een haak rondjes draaien. De pijnboompitjes doe ik erbij voor de smaak en voor de crunch. En wat heel veel mensen vergeten is om ze even te roosteren. Maar dat is zo ontzettend belangrijk. Het kost echt niet zoveel moeite. Gewoon bakken tot ze een goudbruin kleurtje hebben. Ja,
peren alvast in de pan. De stelen van de snijbiet snij ik in blokjes en het blad in repen. Nou, de stelen van de snijbiet zijn wat harder, dus die doe ik er als eerst in. Die hebben dan langer de tijd om te bakken. Dit is dus de kaas die we hebben gehaald bij de geitenboer. Verse, jonge geitenkaas. Heerlijk. Dan doe ik nu mijn geroosterde pijnboompit erbij. Goudkleurig. En natuurlijk mijn snijbiet en peer. Ja, die zijn natuurlijk lekker zacht geworden en de peer is heel zoet. Dit is bij elkaar echt een heerlijke vulling. Tijd om te rollen. Ik gebruik mijn moeders deegroller, bedoeld voor grote felle filo deeg die extra dun uitgerold zijn. Je ziet hoe flinterdun het is. Je ziet mijn vingers er doorheen. De vulling heb ik aan de zijkant gedaan. En wat je eigenlijk doet is omvouwen. Eventjes de hoekjes dicht. En dan gewoon rollen. Dan in de oven tot het goudbruin is. Eigenaresse Agreet en haar gasten zitten met spanning te wachten. Ja, daar zijn ze dan. De sigaartjes. In april heb ik inspirerende streekgenoten ontmoet. En ook heb ik de heerlijkste producten uit de regio geproefd. In mei ga ik weer op pad door onze provincie. En ga ik op zoek naar het exotisch Utrecht. Tot volgende week.